Polly Pocket. En dit is Pollyville. De beste plek als je graag een topdag wil beleven. Take a look around your ordinary world. Shake it up with this extraordinary girl. Let's go, Polly. Let's go, Polly. She's here to change your ordinary view. She'll make it exciting and new. En dit is Pollyville. De beste plek als je graag een topdag wil beleven. Op het eerste gezicht ziet het er hier wat gewoontjes uit. Maar let maar eens even op. Het is hier namelijk helemaal geweldig. Ik ken geen enkel ander dorp waar een snel bezoekje aan de salon... zo snel gaat. Ja, Pollyville is fantastisch, maar het wordt nog veel fantastischer. We krijgen twee nieuwe bewoners. Eentje komt er uit de grote stad, de ander van het platteland. En als het goed is, zijn ze inmiddels allebei wel... hier. Hey, ik ben Polly. Hey, ik ben Lila. En ik ben Lea. Vanwaar dat spandoek? Ja, wie geeft er nu een welkom thuisfeestje voor twee meiden die hier pas net komen wonen? Nou, ik. Pollyville is jullie nieuwe huis. En hoe kan ik jullie nou beter welkom heten dan met een feestje? Wow, wacht even. Thuis? Ik ben pas net hier. En begrijp me niet verkeerd, maar ik weet nog niet of ik wel blijf. Ja, want Pollyville ziet er wel heel leuk uit en zo, maar... ik ben gewend aan weilanden en boerderijen en die mis ik nu al. En wat dacht je van de levendigheid van de stad? De grote gebouwen en de 5-sterren-restaurants. Oh, kom op. Geef het een kans. Pollyville is namelijk absoluut de beste plek om een topdag te beleven. En dat zal ik jullie bewijzen. Want ik ga jullie het allerbeste welkomstfeestje ooit geven. Dat beloof ik. Kijk maar eens. Oh, mijn hemel. Ja, wauw. Maar om eerlijk te zijn mis ik nog een klein detail voor een feest. Ik weet natuurlijk niet hoe jullie het hier doen, maar bij ons in de stad heb je op feestjes normaal gesproken ook gasten. Oh, ik heb iedereen uitgenodigd, maar ik wilde dat jullie er eerst waren, zodat jullie alles kunnen klaarzetten zoals je wil. Dit is natuurlijk wel jullie eigen welkomstfeest. En om te zorgen dat jullie in Pollyville willen blijven, moet het echt het beste feest ooit worden. Ik weet niet hoor. Kom op! Oké. Ons restaurant heeft alles wat je zoekt. We nemen het mee, dus dan zijn we zo klaar. Nee. Nee, dat lust ik niet. Of niet? Oké, wat dachten jullie van kalkoen? Oh, ik heb niet veel keus meer hoor. Baba ganoush? Wacht, Rick. Ik weet het. Pizza. Iedereen houdt van pizza. Ja! Oké, wat willen jullie er allemaal op? Pepperoni graag. Dat is te vlezig. Aubergine? Te plantaardig. Anchovies graag. Eeuw, dat is te anchovig. Dit wordt misschien lastiger dan ik had gedacht. Oké, het eten doen we straks dan wel. Welke muziek willen jullie? Oh, daar worden we het vast wel snel over eens. Want als je het over muziek voor goede feestjes hebt, dan is keiharde rockmuziek natuurlijk wel het allerlaatste wat je wilt horen. Want daarmee verstoor je de prachtige geluiden van de natuur om je heen. Veel te rustig. Echt niet. Oké, dus we vergeten het eten en de muziek. Wat willen jullie voor leuks gaan doen? Ik dacht aan een makeoverfeest. Oh ja! Mooi. Ik ben dol op makeovers.
eens zien. Gaaf. Ik neem deze om jouw haar mee te doen en dan kun je met die mij doen. Of niet? Mijn vriendin Chrissy is de beste kunstenares van heel Polyville. Als je ergens een creatieve oplossing voor nodig hebt, dan moet je bij haar zijn. Als je haar aandacht weet te krijgen. Want als Chrissy aan het werk is, let ze niet meer op de dingen die om haar heen gebeuren. Af en toe moet je zelfs helemaal... Oh, hey Polly. Ik zag niet dat je hier was. Ik werk nu met een materiaal dat ik nog nooit heb gebruikt. Zoiets schitterends heb ik nog nooit eerder gezien. En ik heb werkelijk alles al gezien. Wat wordt het precies voor een beeld? Dat weet ik nog niet. Maar misschien wordt deze creatie wel mijn meesterwerk. Of het wordt straks gewoon mijn lunch. Aardappelpuree. Oeh, wat gedurfd zeg. En ook nog goed voor het milieu. Goed hè? Chrissy, je moet ons helpen. Kan jouw creativiteit een feestthema verzinnen voor twee meiden, Laila en Lia, die het nergens over eens worden? En wat is het dan? Een kunstfeest natuurlijk. Dat is een goed idee. Laten we dan beginnen. Ik haal papier en stiften. Ik haal de verf. En de schorten. En we vragen of we echte kunst mogen lenen van mijn ouders. En we nodigen mensen uit de kunstwereld uit voor hapjes. En we huren limo's voor de journalisten en... Wat? Bedoelen jullie dat niet met een kunstfeestje? Het spijt me echt ontzettend, Polly. Maar ik geloof niet dat Laila en ik het ergens over eens kunnen worden voor dit feest. Dit is nou de eerste keer dat we het met elkaar eens zijn. Het is echt niet jouw schuld, Polly. Misschien is Polyville toch niet zo geschikt voor ons. Wacht, ik geef het nog niet op, meiden. Ik bedoel, we hebben nu nog steeds... Bijna geen tijd meer voor het feest begint. Kom mee! Mijn vriendin Shani lost dit wel op. Ze is echt ontzettend slim. Ik bedoel, zij is ook degene die de raket op deze scooter heeft gebouwd. Lia en Laila, dit is Shani. Shani kan oplossingen bedenken voor werkelijk elk probleem. Haar IQ is zo hoog dat je het niet eens kunt meten. Of vind je me nu te opschepperig? Oh, dat was geen opschepperij, maar een aantoonbaar feit. Hier zie je de uitslagen van mijn test. Ik geloof je. Maar we hebben nu echt je hulp nodig bij een enorm probleem. Een enorm probleem? Geen probleem. Ik weet namelijk zeker dat de oplossing van jullie situatie hier ergens tussen zal zitten. Wat voor soort probleem is het? Astrologisch? Of biologisch? Mythologisch misschien. Ik ben heel benieuwd. En ik heb vast een uitvinding die jullie kan helpen. Oké, fijn. Ik moet een feestje organiseren dat twee mensen die het nooit met elkaar eens zijn, allebei leuk vinden. Ik heb geen uitvinding die je daarmee kan helpen. Het spijt me, Polly. Protonen, fotonen, emoticonen, echt geen probleem. Maar feestjes? Ik denk dat geen enkele uitvinding je met zo'n dilemma kan helpen. Dat is oké, Shani. Ik weet zeker dat er iets in Polyville te vinden is dat dit welkomstfeestje het perfecte feest voor jullie allebei kan maken. En we zullen het gaan vinden. Maar we moeten opschieten. Perfect welkomstfeest meer geven vandaag. Want de dag is voorbij. Het spijt me ontzettend, meiden. Wat spijt je? Ja, dit was echt de allerbeste dag ooit. Daar ben ik het al helemaal mee eens. Echt waar? Serieus? Ja! Ja! We hebben nu met het hele dorp kennis gemaakt. En we hebben alles gezien. Binnen één dag. Ik zou geen betere kennismaking kunnen bedenken. Ik ook niet. Oh, en we moeten morgen echt nog eventjes naar de schoonheidssalon. Oh ja, inderdaad. En daarna wil ik ook...
ook nog even langs de markt gaan. Dat wilde ik ook net voorstellen. Dus jullie blijven? Allebei? Natuurlijk. Waarom zouden we weg willen gaan? Mm-hmm. Polyville is echt fantastisch. En ik voel me hier al meteen helemaal thuis. Ja, dankzij jou, Polly. Oké. En als we dan klaar zijn op de markt, dan gaan we nog even... Oké. Het ging dan misschien niet helemaal zoals ik gepland had, maar het is gelukt. Ik heb ze toch allebei een top welkomstdag gegeven. Nogmaals bedankt, Polly. Ja, bedankt voor alles. Nou, ik denk dat ik maar eens naar bed ga. Mm-hmm. Ja, we hebben weer een drukke dag morgen. En we zijn moe. Ik ook. Ik denk dat het verstandig is dat we nu allemaal naar huis gaan voor een topnacht. Wel verdiend. We vinden het echt superleuk dat jullie er zijn. Echt waar. En, was het leuk? Uh-oh, het feestje. Ik was het alweer vergeten. Ja, ik ook. En na die geweldige welkomsttour die Polly ons gaf, zijn we echt uitgeput. En jullie welkom thuisfeestje dan? Aangezien het al zo laat is en onze ogen bijna vanzelf dichtvallen, is er nog maar één oplossing voor dit feest. We maken er gewoon het beste pyjamafeest ooit van! Hoi, ik ben Polly Pocket. En dit is Pollyville. De beste plek als je graag een topdag wil beleven. Take a look around your ordinary world. Shake it up with this extraordinary girl. She's here to change your ordinary view. She'll make it exciting and new. En ik weet al wat je denkt. Waarom rijdt ze nu op hoge snelheid door Polyville met 37 ballonnen, 59 stoelen en een hond? Nou, het begon allemaal eerder vandaag. Hoewel het toen eigenlijk een heel normale ochtend leek te zijn. Als je het tenminste normaal vindt om met je vrienden een modeshow in de tuin te gaan houden. Juist, ja. Want het is pas echt leuk als het helemaal perfect gaat. Wat kan er misgaan? We lopen zo gewoon over de catwalk. Maar je kunt toch helemaal niet verkeerd lopen, Laila? Of wel? Natuurlijk kan dat wel, Lia. Modeshows lopen is een kunst op zich. Echte modellen kunnen jarenlang trainen op een pasje als de gekruiste overstap. Kijk. En zelfs ik heb het nog niet helemaal onder de knie, zoals je ziet. Als we willen dat onze modeshow perfect wordt, dan doen we alleen de simpele stapjes. Maar maak je geen zorgen. Doen we niet. Er is geen reden tot paniek. Er is niemand in paniek, Laila. Want ik heb deze bij me. Hier, mijn geluksarmband. Wat een schitterende armband, zeg. Heeft hij je echt ineens geluk gebracht? Oh, dat weet ik niet hoor, meiden. Maar ik draag hem graag bij speciale gelegenheden. Vind je dit al zo speciaal dan? Volgens mij is het maar een modeshow in een achtertuin. Als het op mode aankomt, dan is elke gelegenheid vanzelf een speciale. Op de plaats, meiden! Welkom bij onze allereerste jaarlijkse Polyville achtertuin modeshow! De meiden dragen allemaal een prachtig setje dat is gemaakt door onze eigen Chrissy. Ons eerste model is Laila. En wauw, het is duidelijk te zien dat zij hier vandaag niet voor het eerst op een catwalk staat. Nee, jullie doen het verkeerd. Doe maar gewoon naar wat ik doe. Nou, we hebben je precies nagedaan. Hey, zo erg was het toch niet? Nu kunnen we tenminste naar de schoonheidssalon. Om ons weer eventjes goed op te frissen.
Maar volgens mij vond het publiek het een fantastische modeshow. Ja, het is alles behalve een ramp geworden. Nou, ik hoop maar dat jullie mij niet de schuld geven. Nee hoor. Want het zou nooit mijn schuld kunnen zijn. Als het op mode aankomt, maak ik geen fout. Oh, kom op. Iedereen maakt toch wel eens een fout? Ik niet. Ik loop al de hele tijd te denken waarom onze show nou niet helemaal perfect ging. Maar ik kan mijn vinger er niet op leggen. Oh, dat zal het zijn. Het komt vast door mijn geluksarmband. Wat bedoel je? Nou, op de een of andere manier heeft hij me in plaats van geluk ongeluk gebracht. Armbanden kunnen geen ongeluk brengen, wetenschappelijk gezien dan. Nee, dat moet het zijn geweest. Want het was in ieder geval zeker niet mijn schuld. Ik doe hem wel even af en dan zul je het zien. Hij is vast klem komen te zitten toen ik viel. Snel, Shani, zet hem uit! Ik wilde het eerst niet geloven, maar het is blijkbaar toch zo. Het geeft echt niet, Layla. Niemand van ons is perfect. Wat? Nee! Ik bedoel dat het blijkbaar waar is dat mijn armband vervloekt is. En nu brengt hij ongeluk. Ik herhaal, armbanden brengen geen ongeluk. Wetenschappelijk gezien dan. Hè? Ja, ik denk dat je gewoon even je gedachten moet verzetten. Kom, we gaan naar buiten en dan gaan we... Ik kan toch niet naar buiten met dit ding? Dan word ik waarschijnlijk geraakt door de bliksem. Of krijg ik misschien een piano op mijn hoofd. Maak je niet druk. Jij hebt makkelijk praten, ja. Want jij hebt geen ongeluksarmband op je pols zitten. Ik ga zo echt niet naar buiten, meiden. Gaan jullie maar vast. Ik haal haar wel. Layla, alles oké? Nu weer wel, ja. Ik heb wat spullen gevonden om een probleem op te lossen. Denk je dat dit geluk brengt? Het brengt waarschijnlijk wel aandacht. Nee, geen spiegels. Straks breek ik hem. En dan krijg ik nog meer ongeluk. Doe toch niet zo belachelijk. Moet je jezelf zien met al die klavertjes, vier en hoefijzers. Ik weet het, ik weet het. Het is vreselijk onmodieus. Oh, Polly, je moet me echt helpen. Geen probleem. We gaan wel wat regelen. Gaan? Waarheen? Misschien komen we onderweg wel een zwarte kat tegen. Kom er maar mee. Armband zit wel heel goed vast, zeg. Nou, als je dat ding niet los kan krijgen, kun je Layla dan tenminste laten zien dat dat ding geen ongeluk brengt? Natuurlijk! Want vergeet niet, een armband kan geen ongeluk brengen. Wetenschappelijk gezien dan, hè? Juist. Het is niets anders dan kansberekening. Oké, goed. Hoe groot is de kans dat je aan Layla wetenschappelijk kunt bewijzen dat het zo is? Oh, dat lijkt me wel een haalbare kaart. Dit is Kaartbot. Ze is geprogrammeerd om net zo vaak een spel te winnen als te verliezen. En dat gaat altijd goed, want geluk en ongeluk bestaan helemaal niet. Kijk. Kaartbot wint. Oké, dus deze keer zal Layla winnen. Kaartbot wint. Oké, dus deze keer... Kaartbot wint. Kaartbot wint. Kaartbot wint. Kaartbot wint. Kaartbot! Win! Huh? Dat is echt nog nooit gebeurd. Dat is het bewijs. Mijn armband is vervloekt. En nu zie je dus ook dat het echt niet mijn schuld was. Die armband is nog sterker dan de wetenschap. Dan doen we het maar op de onwetenschappelijke manier. Die armband had je nooit eerder ongeluk gebracht, of wel? Je bedoelt voor de modeshow van vanochtend? Nee. Aan welke theorie denk je nu, Polly? Er moet iets gebeurd zijn tijdens de modeshow, waardoor Layla nu ineens al deze problemen heeft. En dat moeten we dus ongedaan maken. Ja! Maar hoe? Door precies hetzelfde te doen als vanochtend. Maar dan omgekeerd. Het enige wat we hoeven te doen is zorgen dat alles hetzelfde wordt als hoe het was. En dat is... onmogelijk. Sorry, Polly. Niets is opgewassen tegen het ongeluk van mijn armband. Hey, jij bent degene die in geluk gelooft. Nou, ik geloof dat niets echt onmogelijk is zolang je je fantasie maar blijft gebruiken. Oké, wat is je plan, Polly? Chrissy, jij en Lia zoeken een andere plek voor de show. Een plek met een podium en lichten. Shani, jij regelt het publiek. Willen jullie dat echt allemaal doen? Voor mij? Na al die problemen die ik... Ik bedoel, die mijn armband heeft veroorzaakt? Natuurlijk! Ja, ik bedoel, we zijn dan niet perfect. Maar wat moet je met perfectie als je ook vrienden hebt? En...
En zo zijn we weer aanbeland in het nu. Snap je? Ja, ziet er goed uit. Tot ziens allemaal. Dit was de allereerste jaarlijkse Polyville achteruitmodeshow. Een applaus voor onze modellen. En daar gaat de grote ster van onze modeshow, Layla. Layla? Ik durf niet. Niet met al die mensen. Ze kunnen je niet eens zien, joh. Ze zitten toch allemaal met de rug naar je toe? Oh, maar hoe moet ik dat nu gaan doen? Ik heb echt zoveel pech vandaag dat ik niet eens perfect vooruit kan lopen. Je hoeft niet perfect te zijn als je vrienden hebt. Ik kan het niet. Die pasjes waren weer niet perfect. En dat is fantastisch. Waarom is dat fantastisch? Er is al iets misgegaan, waardoor het nu zeker niet meer perfect wordt. Dus er is nog maar één ding dat we kunnen doen. Plezier maken. Maar met mijn armband kan dat niet. Jij gaat niet opgeven, denk ik zo. Als je valt, vangen wij je op. Probeer het. Heeft gebracht. Denk je van niet? Maar wat heeft de problemen dan veroorzaakt? Ik denk dat ik het zelf deed. Ik dacht altijd dat ik perfect moest zijn. Maar weet je wat? Je hoeft niet perfect te zijn als je echte vrienden hebt. Ik hoopte al dat je dat uiteindelijk in zou zien. Niets is namelijk echt onmogelijk, zolang je maar je fantasie blijft gebruiken. Dan kun je zelfs de gekruiste overstap doen. Oké, misschien moet je niet alleen fantaseren, maar ook een klein beetje oefenen.